Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb hier een hele zenuwachtige jarige Job staan. Die serieus al urenlang wakker is en gewoon niet kan wachten. Hij is alleen maar aan het treuzelen. Nee, helemaal. Ik heb jou laten slapen. Ja, nee, dat is waar, maar ik heb het wel door natuurlijk. Het is nu 9:15. Ik had de wekker gezet om 9:00 en 9:15. Maar Marvin die is echt al serieus een paar uur lang gewoon helemaal zenuwachtig. Ja, en ja. Ja, ze heeft de cadeautjes nu al gewoon klaarstaan. Dus ze wil eigenlijk gewoon weg. Ik wil ontbijten. Maar eigenlijk was ik eerst wakker doordat het zo licht was hier. Want we zijn vergeten de gordijnen dicht te doen. Ja, klopt. Er komt wel heel veel licht binnen. Maar wel echt mooi. Ja, het is echt super mooi. Maar ik moet altijd slapen met donker. Want als het licht is, word ik echt heel vroeg wakker. Toen werd ik wakker, dus ging ik een beetje nadenken. Toen dacht ik, ja, ik ga zo mijn telefoon kijken. Had ik natuurlijk wat appjes gekregen. En toen was ik wakker. Toen heb ik nog wel weer een half uur geslapen. Ja, ik heb wel genoeg slaap gehad. Maar nu is het klaar. Oké, ik ga ook uit bed, dames en heren. Zo, op het inpakpapier en de roosjes. Het is klaar. Ik ga uit bed. Ik ga me eventjes aankleden. En dan gaan we ontbijten. En dan gaat de rest van de avontuur beginnen. Voor Marvin haar verjaardag. Want Marvin is vandaag 25. 25. Ik heb hier een outfitje voor u. Meneertje. Ja, is dat mijn outfitje? Ja, lekker in de fotoshoot stijl. Nice. Kort broekje, t-shirtje, zakje erbij. Ik heb in ieder geval echt heerlijk geslapen, dames en heren. Echt heel erg lekker. Wauw. De verjaardagsoutfit. Nice. Wel door jou uitgekozen. Hoppa. Want ik had meerdere outfitjes meegenomen, maar deze is het leukste. Ik vind dat je heel mooi bent. Ja, ik heb pasje. Heerlijk ontbijtje, dames en heren. Lekker croissantje, suikerbroodje, een eitje, cappuccino. Lekker sappie. Proost, schatje. Op jouw verjaardag vandaag. We hebben de tassen hier ingepakt, dames en heren. En ik heb hier de Love Jar. Voor de mensen die de vlog van gisteren niet hebben gekeken. Maar hier zitten verschillende hartjes in met een getal. En als Marion dan een hartje eruit pakt, dan mag ze hem op de Love Jar plakken. En Marion die heeft cadeautje 2 al opengemaakt en cadeautje 3 al opengemaakt. Dus deze gaan we meenemen. En dan later volgen er meer cadeautjes. Dat wordt leuk. Hoppakee. Zo, dames en heren. Wat is er? Het is en blijft nog steeds geheimzinnig. Ja, wel een beetje. Ja. Ik doe nu de navigatie aan. Oké. 18 minuutjes rijden. Ja, dat is niet zo ver, hè? Nee. Maar dit is ook sowieso wel een plek die je kent. Borger. Nee. Dat is ook ongeveer 18 minuutjes. Dat is waar. In de buurt van Borger? Het is super mooi weer. En dit is typisch zo'n dingetje wat Marion en ik allebei heel erg fijn vinden. Wat jij ook heel erg kan waarderen. Alleen meestal organiseer jij het. Dus nu wilde ik het graag doen. Ja. Dus gaan we eventjes naar een plek waar we de rest van de ochtend... Want om 12:30 moeten we ergens zijn. Ja. Maar we gaan nu dus eventjes naar een plek waar we de rest van de ochtend even lekker kunnen chillen. We hebben een fles water mee. En waar we eventjes gewoon relaxed even een spelletje kunnen spelen. Oké. Wij met z'n tweetjes. Oké. Gezellig in het zonnetje. Ja. Op een kleedje. Heb je kleedje mee? Wat ik vergeten ben. Maar ik heb wel iets anders gepakt. Ja? Stiekem. Maar dat zie je straks wel. Oh, ik weet het al, denk ik. Alles voor jouw verjaardag, schat. Alles voor jouw verjaardag. Ik weet het al. Dus die krijg ik later op de rekening, denk ik. Maar het is gefixt. En, oh ja, ik heb gisteren de tandenborstels in de tas gedaan. Maar ik ben vergeten de tandpasta erbij te doen. Dus we gaan nu nog even naar het tankstation. Want we hebben allebei onze tanden niet gepoetst. En we hebben koffie en een eitje gegeten. En dat is moe. En ik wil gewoon heel graag mijn tanden poetsen. Ik ook. Dus we gaan daar nog even langs tanden poetsen. Tandenborstel halen. En we hebben een fles water mee, dus kunnen we daarmee mond spoelen. Ja, het is ook wat je om nu überhaupt even water te drinken. Want dan spoel je het ook al een beetje weg. Ja, ideaal. Kijk dan wat voor weer het is, dames en heren. Oh, dit is echt perfect. Wordt 20 graden vandaag. Is echt, echt ideaal. Oprecht? Ik denk echt dat het nog nooit slecht weer is geweest op mijn verjaardag. Serieus? Misschien een keer een buitje, maar eigenlijk altijd wel gewoon zon en ongeveer dit weer. Nice. Ja, wil je ook? Lekker. Dit is zo fijn. We hebben nog even bij het tankstation. Tenminste, ik heb een gevulde koek gehaald voor straks. We hebben even lekkere koude cappuccino voor straks. Marion die wilde nog wat snoepjes mee. Tandpasta gekocht. En we hebben echt een grote, bijna liter fles water. Zodat we ook onze mond even kunnen spoelen straks. Ja. Dus dat. Bijna alles gaat perfect, dames en heren. Ik ben dus alleen... Hey.
Oei, dat is mijn zonnebril. Die is hier gewoon tussengevallen, hè, gekkie. Oh, wat fijn. Die kan ik goed gebruiken met dit weer. En er zit hier ook een oplader voor mijn Apple Watch. Die was ik vergeten. Oh, perfect. Ja, die is echt bijna leeg. Ja, Marion is bijna een soort van in paniek als haar Apple Watch niet kan opladen. Zo, maar dit is ideaal. In één keer een zonnebril. Ja, ik heb er ook eentje in mijn tas. Schat, perfecte dag. Vandaag wordt jouw dag, hè. Ik ga nog wel laten huilen, hoor. Is dat zo? Ik heb gisteren ook al gehuild. Oké, okay, gaan we verder rijden. Ik haat dat. Ik heb mijn make-up gedaan, hè. Dat is niet vaak dat ik mijn make-up zo doe, dat ik het nu gedaan heb. Zie je verschil? Ja, een beetje. Ja? Beetje. Ja, ik zeg altijd tegen Marion van less is more. Ja, maar dat vind ik ook. Maar dit is nog wel de natural look, you know? Ja, je hebt wel mensen die echt gewoon heel mooi zijn met heel veel make-up. Alleen, ik vind jou gewoon het meest natureel. Ja, want ik heb wel eens lippenstift op gedaan en vind Enzo heel Nee, dat vind ik niks. Dat vind ik echt niks. Ja, zie? Nee, en vindt hij niet mooi. Nee. Maar ik doe soms wel zo'n lipliner op en dat zie jij dan niet. Maar dat vind ik zelf wel echt heel veel mooier. Oké, ja, dat heb ik dan niet nodig. Die heb ik hier in mijn tasje. Die ga ik wel even opdoen. Dan mag je even je mening geven, ja? Ja, is goed. Nee, lippenstift heb ik niet zo mee. Ik weet niet wat het is. Ook omdat als ik jou dan een kusje geef, dan voel ik dat helemaal. Nee, weet je wat het bij mij, wat ik vind bij mijn lippen? Mijn onderlip heeft heel veel kleur. En mijn bovenlip heeft niet zoveel kleur. Die is meer een beetje eigen huidskleur. Dus die loopt eigenlijk gewoon meer over in mijn lip. Ah, daar heb ik nog nooit naar gekeken op die manier. Ja, en dat vind ik niet zo mooi. Maar daar kan serieus, dames en heren, dit is belangrijk. Dit is echt belangrijk. Daar kan serieus onzekerheid vandaan komen. Dat je zelf zo gefocust bent op iets wat jij niet perfect vindt of wat jij niet mooi vindt. Waardoor je er echt een oog voor krijgt. Dus je gaat er de hele tijd naar kijken. En je stoort je eraan. En je denkt van ja, dit vind ik gewoon echt niet mooi. Waarom heb ik dit? Terwijl, hoe lang ben ik nu samen met Marion? Echt al 4+ jaar. En dit is pas de eerste keer dat nu zij het uitlegt aan mij. Dat ik denk van, ah ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik vind het totaal niet... niet mooi of zo. Het is gewoon mooi hoe het is. Dus dat is zo bijzonder. En dan kan Marion daar zo mee zitten, zeg maar. En ik heb het nog nooit gezien, nog nooit opgevallen. Nou, ik accepteer dat soort dingen wel voor mezelf, hoor. Ja, nee, dat is wel belangrijk. Maar kijk, dit is een heel klein beetje. Maar nu heb ik wel iets meer bovenlip. Zie je dat? Of zie je geen verschil? Ja, ik zie een beetje verschil, ja. En dat is gewoon nog steeds naturel. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar nu wel. Dat allemaal met die magische potlood. Ja. Bij jou? Ja. Ik weet niet of de mensen thuis het verschil kunnen zien. Maar... Nee, dat denk ik niet op camera, eerlijk gezegd. Nee? Het is gewoon een heel klein beetje kleur. Ja, dat vind ik wel mooi. Terug. Maar ik snap jou wel, want als ik in één keer lippenstift op doe, heb ik in één keer een heel ander gezicht. Ja, klopt. Vind ik ook. Ik moet ook zeggen, jouw moeder droeg altijd lippenstift. Die draagt nu nooit meer lippenstift. En nu had ik gisteren een foto geplaatst op haar verjaardag. Daar had ze lippenstift op en dacht ik echt, wow, met lippenstift. Oh, eergisteren was ja. Dat is zo gek om dan in één keer te zien, terwijl ik eerst aan gewend was. Dat ze altijd lippenstift op had. Ja, ik vind zondag gewoon mooi. Sneer, dit is genieten. We hebben de tas mee. Hoppa, Marion loopt met de tassen. Echt super mooi hoor, dit plekje hier. Hoor die vogeltjes ook fluiten. Hè? Komt niet vaak iemand hier. Nee, in de zomer wel. Ja, als het echt elke dag mooi weer is, dan komen meerdere mensen hier. Maar kijk dan. Wauw. Dit uitzicht heb ik wel gemist hoor. Ja, dit is zo fijn. Het voelt gewoon een beetje alsof je in het buitenland bent altijd. Klopt. Kijk eens even. En niemand te bekennen, hè? Nee, waar wil je zitten? Ik denk daar een stukje verderop. We hebben god. Ik kan zo naar zijn. Ja, kijk dan. Wat een uitzicht, hè? Je hoort in de verte wel wat mensen en je ziet ook wat mensen fietsen. Maar dat is dan ook het enige. Ja, want de mountainbike route, die loopt hier langs. Ja. Van het beruchte filmpje van jou. Ja, inderdaad. Dat is wel een van de meest gekke virals die ik ooit heb gehad. Ja. Hij heeft ook vieze poepet. Ja, kunnen jullie dat filmpje nog herinneren? Oh, hier moeten we even tactisch oversteken. Maar kunnen jullie dat filmpje nog herinneren dat ik aan het mountainbiken was? En dat we een man tegenkwamen. En dat die man zo aan het kijken was naar beneden. En dat ik zei van, doet u dit? Zoiets of zo. Ja, kijk maar het filmpje. Het is echt geniaal. Zo! Oké, er komt iemand aan. Deze meneer doet het wel even voor. Nou, daar gaat meneer. Zet hem op! Hij heeft al een vieze poepet. Oh, dit is niet leuk. Dit is het perfecte plekje, toch? Ja, zeker. Lekker in het zonnetje. Laten we hier gaan zitten. Heerlijk. Echt heel erg nice, hoor. Wauw. Zo, mooi vogeltje. Dat is de bult. Dat is de bult, ja. Waar de kinderen gaan schreeuwen als ze er vanaf fietsen. Ja! Hij valt ook nog. Oh. Wow, precies waar die man viel. Ja, hij is aan het huilen. En die moeder rent erheen. Ik zag weer die fietser over de kop gaan. Dit is gewoon te toevallig. Ja.
te toevallig is dit. Precies waar die bult naar beneden gaat, daar is dat kind nu gevallen van die bult. En dat is waar de man dus ook viel. Oei, oei, oei. Nou, laat mij dit even fixen voor je. Marvin. En nu we hier zo lekker zitten. Op dit plekje. Ik heb even de laptop erbij gepakt voor muziekje. Maar kijk, hier zitten we dan. Wow. Het zijn allemaal kikkers. Ja. Oh, ik heb nog nooit zo hard gehoord. Net als het gewoon helemaal stil, hè? Jij pakt je camera en ze denken, we moeten even een moment of shine pakken. Ja, ik weet ook niet wat het is. Maar ik weet wel dat het tijd is voor een nieuw cadeautje. Yes! Yay! De Love Jar, dames en heren. De Love Jar is weer hier. Ik ben wel echt benieuwd waarvoor je die secondenlijm dan nodig had. Ja, dat ging helemaal fout, maar dat zul je wel merken. Ik was gisteren aan het knutselen met secondenlijm. Ik kreeg secondenlijm op mijn vinger. En toen raakte ik in paniek. En toen zei ik tegen Marvin, hoe krijg ik secondenlijm van mijn hand af? En toen ging ik mijn handen wassen. Maar juist door dat water ging dat vet snel hechten. Dus toen zaten twee vingers aan elkaar vastgeplakt. Ik was heel even bang dat ik nooit meer de piece kon doen op die manier. Dus, maar toen trok ik het snel uit elkaar. Deed wel een beetje pijn. Maar toen heb ik gewoon gisteravond de hele avond lopen krabben. En lopen spoelen. En nu is het eraf. Dat is ook de enige manier volgens mij. Ja, dat denk ik ook. Oké, okay. Kijken. Ik pak deze. Welk nummer is dat? Oeh, zes. Nummer 6. Nou, dan het Love Jar potje dicht. Ik plak hem weer op. Dan mag je hem weer opplakken. Even kijken waar het mooie plekje is. Daar ga je hem plakken. Nummer 6. Oké, okay. Bof komt. Gaan we eens even kijken hier. Ah, kijk eens even. Ja hoor, dat is deze. Wow. Zie je nu waar ik de secondenlijn voor nodig had? Deze balletjes? Ja. Echt? Ja. Ja, die balletjes die wilde ik niet heel lelijk met plakband erop plakken. Zoals ik eigenlijk die smiley heb geplakt. Dus toen dacht ik, nu ga ik secondenlijm erop doen. En dan plak ik die balletjes erop. Ja, nou leuk. Ziet er echt schattig uit. En goed je best gedaan voor elk cadeautje. Nu snap ik dus waarom het zo lang duurde, hè? Ja. Huh? Huh? Ik heb die witte toch al? Oh mijn god, deze is wel echt heel mooi. Ja, ik denk dat ik even het verhaal moet uitleggen aan de kijkers. Want dit zijn dus de AirPod Max of zoiets. Ja, de koptelefoon van Apple. Ja, ik gebruik zelf iets anders, maar Marion vindt dit echt helemaal de shit. Ja. En Marion die had toen hij nieuw was, toen had jij hem in het wit / beige-achtig. Nee, gewoon zilver. Ja, oh zilver. En vanaf het moment dat jij hem had, zei je van wow, deze headset is zo ziek. Alleen ik heb zoveel spijt dat ik niet de zwart heb gekocht. Niet, helemaal niet. Jawel. Dat heb ik niet gezegd. Jawel, jij had altijd zoiets van, ik had eigenlijk die zwarte gewild, die vond ik veel mooier. Nou, ik zei een keer tegen jou van, wil jij niet de AirPods Max? Want dan moet jij de zwarte nemen, dan kunnen we ruilen. Ja, omdat jij dus de zwarte wilde. Ja, dus ik maak dat ervan dat jij dus eigenlijk altijd al de zwarte had gewild. Ja. Nee, maar ik ben dus super blij met die zilveren. Kijk hoe vaak ik die op heb, bijna elke dag. Ja, ja, maar nu komt het volgende. Dus wat mijn plannetje was, voordat het, ja, het wordt sowieso te gek vandaag, maar wat mijn plannetje was, is wat nou als we, want we hebben wel eens op Vinted, hebben we wel eens kleding van mij en van jou gekocht, wat wij niet meer dragen of gebruiken, maar wat wel gewoon nog goed is en wat mensen graag willen kopen. Ja. Dus dacht ik, wat nou als we dan jouw andere headset, die zilveren, verkopen aan de kijkers, tenminste iemand die geïnteresseerd is, voor een mooi prijsje. En dan heb je die. En dan heb ik de zwarte. Ja, dus dan heb jij de zwarte nu. En dan ga je gewoon, ik weet zeker dat er mensen zijn die heel graag, want die AirPod Max zilveren die je hebt, die is echt nog supergoed. Ja, tuurlijk. Er zit een klein beetje foundation nog bij de oorschelpen, weet ik. Ja, maar weet je wat er ideaal aan is? Je kan die schelpen zo afklikken. Kan je en dan wassen. Kan je hem gewoon onder de kraan houden en dan is hij weer schoon. Dus nou, dat is het verhaal achter deze zwarte. Ik weet dat jij eigenlijk. Daarom lag mijn koptelefoon in één keer in de slaapkamer. Nee. Daar heb ik nooit aangezeten. Weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Waarom zou ik daar moeten dan zitten? Dan heeft Noël hem gepakt. Dat denk ik. Die lag in één keer in de logeerkamer. En ik dacht, hier heb ik hem helemaal niet neergelegd. Nee, ik heb nooit aan je headset gezeten. Want ik wist gewoon dat dit hem was die ik moest halen. Ja, die zwarte is echt heel mooi. Ja, en ik weet dat jij een keertje. Ja, ik vang meer dingen op dan jij denkt blijkbaar. Want ik weet dat je ooit hebt gezegd toen je aan sport was van met KP Active. En je kwam terug. Dat je zei van, kijk dan, dit is echt mooi geworden. Ook al moet ik zeggen, als die headset voor mij nou ook nog zwart was, dan was het helemaal compleet met mijn zwarte outfitje. Ik weet dat helemaal niet meer. Dat ik dat gezegd heb. Ja, dus dat heb ik onthouden. Oh, hier? Ja, hij is hierboven.
Dus alsjeblieft, schatje. Heel lief, dankjewel. Nou, dan gaan we... Ik meteen uitpakken, maar dat is niet heel... Nice. Nee, dat zou ik later doen als je al was. Ja? Ja. Je mag gewoon uitpakken, tuurlijk. Ik ben wel benieuwd, gewoon hoe die voelt. Oké, dan gaan we even lekker een potje clever doen. En dan, als jij wint met een potje clever van mij, dan mag je nog een cadeautje pakken. Ik heb er nog een paar in de tas zitten hier, dus het is nog niet voorbij. Echt lief, dankjewel. Alsjeblieft, schatje. En mijn vriendjes op de achtergrond die zingen lekker mee. Ja. Even schatje, wat is er gebeurd? Ik mocht een nieuw cadeautje kiezen als ik zou winnen met Clever. En wat is er gebeurd? Ik heb gewonnen. Wauw. Ja. Clever. Nou, dan weet je hoe laat het is. Pak de Love Bar er maar weer bij. De Love Jar bedoel ik. Love Jar. En ik heb gewoon serieus mijn shirt uitgedaan, dames en heren. Lekker. We hebben echt een paar wandelaars gezien. En er was net een hond die gelukkig net ver genoeg zich helemaal ging afschudden omdat hij in het water was geweest. Ja, als hij dichterbij was, was hij helemaal nat. Maar voor de rest, het is zo rustig. Toevallig net mensen daar met twee kinderen, maar voor de rest gewoon helemaal niemand. Zo ziek, lekker muziekje erbij. Lekker Adele. Ik heb een album van Adele aangezet. Ja, I set fire to the rain. Oeh, het is nummer 7. 7 voor vele mensen het geluksgetal. Ja, is wel zo, ja. Dan gaan we even kijken in deze mooie tas, dames en heren. Nummertje 7. Even kijken. Oh, kijk eens even. Wow, kijk die kleur. Met mijn nagel. Oh, met je nagel, inderdaad. Echt hetzelfde, hè? Ik had expres bij nummer 7 had ik ook deze hartjes, deze kleur gemaakt. Oh. Ik dacht dat je dat bedoelde, maar... Even kijken. Ik doe deze op de top, denk ik. Dat is goed. Hey, kijk! Wat is dat voor blauwe? Dat is blauwe alg. Blijf er maar vanaf. Zo, nummer 7 zit op de dop. Schattig. Hier, nummer 7. Chocola. Je moet het niet altijd zeggen van tevoren, schat. Dat is niet leuk. Kokosnoot. Schat. USB-C, multifunction adapter. Huh? Bedankt. Kan niet in de computer. Alsjeblieft. Dankjewel. Omdat je altijd mijn kabels jat. Ja, dat snap ik wel. Oh ja, hier komen er wel die SD-kaartjes ook in. Ja, jij jat altijd mijn dingen en legt het nooit terug. Dat is niet waar. Bijna nooit. Nou. 50-50. Bijna altijd. 80-20. Bijna altijd. 90-10. Precies. Nee, de laatste keer had je hem... geleerd, hè? De laatste keer had je hem niet teruggelegd. Oh. Ik heb zo'n speciaal kabeltje. En dat is een speciaal apparaatje. En daarvoor, alleen met dat apparaatje, kan je de bestanden van mijn SD-kaart op de computer zetten. Dus ik heb er even eentje van Maya gehad. Zodat ze haar eigen apparaatje heeft. Ja, dat is wel nice. Dankjewel. Omdat dit een kleiner cadeautje is, mag je nog eentje uit de Love Jar pakken. Echt? Ja. Ik weet niet, ik moet die folie er altijd afhalen. Ik heb het door, ja. Apps verwijderen. Oh, dat is jammer. Apps verwijderen, wat? Ja, ik vind dat gewoon fijner. Die kan wel weer in de tas. Ja? Nou, leggen we die erbij. Ja, dat zijn wel ook dingetjes wat ik uiteindelijk wel nodig heb. Zeker, dat heb je zeker nodig. Ik mag nog eentje. Yes. Ik hoop nummer 4, of heb ik die al? Nee, die heb ik nog niet. Nummer 4 ook. Die kijken, pakken, 4. Keer 2. Oké, als jij dat hartje op de Love Jar pakt... Had je mijn nagels wel goed laten zien in de vlog? Want ik ben er echt heel blij mee. Kijk eens, dames en heren. Ja, het is wel echt heel mooi. Ik vind ze echt zo goed gelukt. Oké, plak jij de 8 op de jar? Dan heb ik hier al meteen nummertje 8. Hoe leuk is dit, dames en heren? Hoe mooi is dat? Nou, het is nu 11 uur, dus we hebben nog een uurtje en dan moeten we gaan. Ik heb ook het gevoel dat mijn rug een beetje aan het verbranden is. Ja, het is echt lekker weer. Dat zou bijna niet kunnen van de Nederlandse zon. Maak nou maar open, schat. Voor jouw laptop. Hey. Hey, nice. Een laptophoes. Pak jouw laptop in. Het is wel een mooie laptophoes. Ik heb geen laptop. Is dit een hint? Dankjewel. Alsjeblieft, schatje. Daar kan die USB-kabel in, zeker. Klopt. Ja, kom maar. Die doe ik wel hierin dan. Nee, niet daarin. Je moet in die rits daar. Ja, dat is wel geinig, want nu hebben we dezelfde laptoptas. Oh, dezelfde laptophoes. Wat zou dat betekenen? Hij gaat hem helemaal uitpakken nu. Ja, hij hoort er zo in. Kijk. Heb jij ook deze? Mhm.
Ja, ik heb precies die ook gekocht voor mijn laptop. Ja? Mm-hmm. Die koptelefoon past er misschien ook wel in? Nee. Nee? Nee. En inpakpapier graag. Dankjewel. Alsjeblieft, schat. Mooie grijze hoes. Je mag er nog eentje pakken. Is dat zo? Ja. Maar dan zijn ze bijna op. Nee, zeker niet. Ik heb hier nog 3 cadeautjes in zitten. Oh. Dus is nog niet zeker niet op. Oké, welk getal moet ik pakken van jou? Nee, dat is helemaal jouw feestje. Nee, maar welke zou je graag willen? Ik bedoel, ik kijk toch blind. Het komt allemaal aan de beurt, schat. Dus het maakt niet uit. Maar dan kan ik ook gewoon kiezen. Deze. Nummer 1. Nummer 1. Oh, dat is leuk. Is dat leuk? Ja, kijk eens. Nummer 1, dames en heren. Hier heb ik ook wel een secondenlijn voor nodig gehad. En hier ging het dus mis. Kijk, die viel eraf en toen viel het allemaal op mijn vinger. Dat balletje daar zo. Dus, nummertje 1. Zo, die zit ook geplakt. Wow, ik heb al 4 cadeautjes opengemaakt hier. Openmaken. Zitten. Yes! Die wou ik graag. Die heb ik nu ook op. Die is echt lekker. Wow, dit is echt de lekkerste geur die ik ooit in mijn hele leven geroken heb. Ik ga weer even een plasticje eraf halen. Zo fijn. Ja, nee, maar dit is echt lekker. Ik heb deze nu ook op. Heb je dat geroken? Dat ik op had. Ja. Echt? Ja, serieus. En een mooi flesje. Zo, stop hem even in je neus anders. Ik ruik nog niks. Ik moet even inkspuiten. Oh, zo lekker. Fijn. Ja, dit is echt mijn geurtje. Ik had deze als tester gekregen toen ik make-up had gekocht. En het is gewoon echt zo lekker luchtje. Die is heel fris. Die is heel lekker. Ik geef het wel toe. Die is heel lekker fris. Yes, ik heb een nieuw luchtje. Dat is echt fijn. Dat testertje was ook bijna op, hè. Ik had zo'n klein flaconnetje. En die was echt gewoon... Vanochtend heb ik hem bijna opgespoten. Heel blij mee. Heel lief. Dankjewel. Alsjeblieft, schatje. Gefeliciteerd. Dank je. Oké, zal ik die weer voor je bewaren in de tas? Ja, in een laptoptas. En dan gaan we... Wil je nog een potje clever doen? Ja, als ik weer win. Ja, dan als je weer wint, dan mag je de laatste 2 cadeautjes openmaken. Echt? Ja, en als ik win, dan mag je 1 cadeautje openmaken. Oh, dus je mag sowieso een cadeautje openmaken. Ja, maar als je wint, allebei. Maar je weet wat ongeveer de statistieken zijn met clever. Ja, Marvin die heeft 9 van de 10 potjes van mij gewonnen. Dat is serieus zo. Marvin is er zo goed Hoe in. Hoe kan dat eigenlijk? Dat is gewoon keuze. Ja, jij denkt er gewoon goed over na. En ik doe gewoon te snel alle cijfers gewoon plap, 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 plap. Maar goed. Maar weet je wat echt leuk is? Ja? Dit is natuurlijk geen sponsor, omdat wij dit spelen. Maar ik kreeg zoveel DM's dat mensen het nu gekocht hebben. Van, wij gaan ook voor het eerst clever spelen. Zo leuk. Ja, het is echt gewoon leuk. Gezellig. Gezellig spelletje. Gaat wel in één keer hard waaien. Oké, ik doe de muziek eraan. Zo. A few moments later. Ed Sheeran, heel even op pauze. Dames en heren, wat is hier gaan? De zon is trouwens weg. Ik kan mijn zonnebril even afdoen. Maar de zon komt en gaat nu een beetje. Zo, dit is wel echt een donkere wolk hier boven. Meer wolken, ja. Maar dat gaat wel goed komen, geen probleem. Wat is gebeurd? Ik heb gewonnen. Ja. Yes! Ja! Dat betekent 1 cadeautje, schat. Goed gedaan. Dus pak de love jar maar erbij. En ik heb een probleempje. Ik moet dus echt super nodig nummer 2 doen op de toilet. En Marvin die had een idee en ik zit te twijfelen of ik dat ga doen of niet. Ja. Zou je wel leuk vinden. Ja, jij zei, ik zit bijna na te denken om gewoon hier echt te gaan kakken en af te vegen met die handdoeken. Ik zei, nee, dat ga je niet doen. Ik zei, je kan gewoon in het water gaan. Ga je gewoon poepen in het water. En daarna kan je gewoon afdrogen. Ik bedoel, je kont wordt wel schoon van het water. Toch? Ja, we zien wel eventjes. Ik ga nadenken, ja. Als we dat doen, dan gaan we het wel filmen. Ja, dat vind jij mooi, hè? 1 van deze 2. Oeh, nummertje 5. Poef. Nummertje 5. Als laatste, hè? Ja, nummertje 4. Leukste cadeau als laatste. Dit is cadeautje nummer 5, dames en heren. Ja, heb je hem geplakt, het hartje op de love jar? Ja, hier. Nice. Kijk ook zeker even de andere kant van de verpakking. Deze is wel zwaar. Ja, je hebt echt je best gedaan. Ik ben echt zo blij met jou. Laat eens zien. Ja, je hebt gewoon leuke gezichtjes gemaakt. Bloemetjes erop. Ja, je hebt zoveel moeite gedaan. En nu, weet je wat erg is? Ik had ook natuurlijk wel veel moeite voor jouw verjaardag gedaan. Maar nu denk ik, ik had nog beter mijn best moeten doen. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Volgend jaar weer een kans, hè? Precies. Oké, ik moet zeggen dat ik wel enig idee heb wat hierin zit. Maak me open, schat. Omdat hij een beetje zwaar is. En iets kort houden, want ik moet echt nodig. Mand! Yes! Oh my god. Die man. Oh mijn god, jij bent echt gek, hè? Waarom geef je zoveel gekke cadeautjes? Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Ik kan dat bijna niet aannemen. Tuurlijk wel, schatje. Oh my god. Zo lief. Nu snap je de rest, toch?
Ja, toen ik die USB-ding, die had je eigenlijk gewoon als laatste moeten geven. Want dan, nu wist ik het al. Eigenlijk een beetje. Maakt het niet uit. Maar ik dacht, hij heeft een combo gekocht. Ja, dezelfde, dacht ik misschien. Ja, daarom. Dus dat was nog wel het dwaalspoor. Jij dacht, misschien heb ik dezelfde laptop dan straks als Enzo. Maar... Ja, want jij was wel gisteren de hele dag aan het zeggen, kijk hoe mooi mijn laptop is. Kijk ja, die touchscreen. Ik ben super blij met mijn laptop, omdat die touchscreen is. Het beeldscherm. Ja, wow. Maar ik weet dat Maiwen helemaal gek is op dit ding. Op MacBook, altijd. Ja, ja. Ik kan daar niks mee. Dat is zo gek. Gefeliciteerd, schatje. Mm. Goed, zo nodig. Echt zo lief, dankjewel, schatje. Alsjeblieft. Ik krijg straks het laatste cadeautje onderweg. Ja? Ja. Oké, dan ga ik het water in. En je moet alles uitdoen dan, hè? Want je moet die onderbroek straks weer aan. Kijk, het voordeel hier is dat het een zandgat is. Dus je ziet misschien daar een rand. En vanaf daar wordt het echt super diep. Dus je kan een heel klein stukje zwemmen. Of lopen eigenlijk. En dan ga je meteen de diepte in. Wat ook heel gevaarlijk kan zijn trouwens. En heel koud. Ja, dus je gaat in één keer rennen zeker. Ja, maar je wil zo graag kakken. Maar je wil zo graag kakken. Schat, je niet meteen daar gaan kakken. Ook nog gewoon met je billen naar mij toe. Oh! Ik zie hem gewoon. Schatje. Oh mijn god. Ga zwemmen. Ga zwemmen. Ja, hij zinkt. Lucht op. Doei, drolletje. Maar nu moet je wel echt even zwemmen en even goed je billetjes schoonmaken. Want anders dan... Nu is het nog niet schoon. Lekker hoor, schat. Ik stop even met filmen. Zo'n chappie. Maar wel schattig. Ik heb dat dus nooit. Dat we ergens zijn dat ik dan moet poepen. Maar Enzo heeft dat echt vaak. En meestal is er dan wel een wc in de buurt. Maar ik weet niet. Ik doe het toch liever thuis of zo. Wel super random trouwens. Eerst cadeautjes. Super lief allemaal. En daarna Enzo kak in het water. Goed. Er komen ook nog kinderen aan, schat. Daar, ook nog kleine kinderen. Ga maar even zwemmen. Ik vind dat eng daar. Nee, is niet eng. Doe maar zwemmen. Ga maar. Denk ze dat dit een aasje is. Ja. Wat doe je? Zwemmen. Ja, goed zo. Ik zie witte kadetjes. Ik wil niet pogen, ik kom op mijn drottel staan. Nee, ik weet niet waar die is. Hi. Ga maar blijven zwemmen. Oh. Ja. Toppie. Mooi jongen, dat is koud. Hé, maar wel opgelucht nu? Zo, hoort bij het cadeautje. Jij was bang dat het niet zou lukken, maar je was echt meteen toen je in het water stond aan de kakken. Ja, ik dacht niet. Oh mijn god. Nou, zeg je droom maar vaarwel. Ja, ik heb al gezwaaid. Ja, dat is waar. Ja, dit was niet het meest romantische. Nee joh, dit is toch alleen maar goed voor het verhaal. Het is wel hoe ik ben. Ja, dat is zo. En daarom hou ik zoveel van jou. En daarom hou ik ook zoveel van jou, dat jij het accepteert. Tuurlijk. Het was jouw idee om dit te doen. Bijna. Maar nu ben je blij dat je het gedaan hebt. Als het aan mij lag, met bruine handdoeken. Ja, dat was niet fijn geweest. Nee, dit was een slimmer idee. Ja, en ook weer lekker wakker nu, denk ik, zo, of niet? Ik ben helemaal boel. Ja, snap Benne. Ik. Lekker hoor. Ja, echt ziek. Dit moet eigenlijk vaker doen, hier zo zwemmen. Klopt. Ja, eigenlijk moet je gewoon zo'n zwemvijver in de tuin hebben. Jij zei nog tegen mij van, eigenlijk is het wel leuk om nog een vijver in de tuin te hebben. Maar je kan ook een zwemvijver doen, hè? Daar kan je in zwemmen en daar zitten vissen in. Ik kan ook. Oké, ik ga hem even afdrogen en dan gaan we. Yes. Zo, dames en heren. We hebben alles weer netjes meegenomen. Tas op de rug. Gaan we naar de auto. En dan cadeautje in de auto voor Maiwen straks. Maar dit plekje, hè. Jullie hebben het ook gezien aan de droombeelden. Ongelooflijk. Beter plekje had je niet kunnen kiezen. Oeh, horen jullie dat mensen? Beter plekje had ik niet kunnen kiezen. Ja, nee, dit is gewoon en in het noorden. En dit is een plekje waar we sowieso wel vaak samen geweest zijn al. Ja, weet niet, gewoon dit plekje heeft ook gewoon herinneringen of zo. Het is gewoon echt leuk dat je dit gekozen hebt. Je had ook random naar een andere plas kunnen gaan. Ja, nee, ik dacht dit is een mooi plekje. Oh, maar dit weer, hé. Ongelooflijk. Echt niet normaal. Ik denk dat ik zelfs een beetje verbrand ben op mijn schouders en op mijn rug. Ik denk mijn neus een beetje. Maakt niet uit. Het is een mooie dag. Zeker. En
En ik hou van jou. Ik ook van jou. Laatste cadeautje. De Love Jar. Pak hem maar weer erbij. Ik heb hem al in mijn hand hoor. Oké. Okay. En het is ons geluksgetal die er nu nog in zit. Nummer 4. Ja, dat is wel bijzonder dat dat gewoon als laatste overblijft. Dat ik die als laatste heb. Terwijl ik gisteren al zei ik wil nummer 4. Ja, en je hebt helemaal niet gekeken. Nee, geen één keer. Nummer 4. Oké, ik heb nummer 4 getrokken. Nou, plak hem dan maar op. Ik ga plakken. Wel, echt veel te lief, schatje. Ik was echt al zo enorm blij met die Dyson. En je hebt echt veel te gek gedaan. Echt veel te gek. Nou, die Dyson vind ik echt grappig. Want dat is echt iets wat jij nooit had verwacht. Nee. En gewoon totaal niet. Ik heb dat één keer tegen jou gezegd, volgens mij. En toen zei ik al van, ja, maar die dingen zijn echt zwaar overpriced. Want volgens mij ging dat over je moeder of zo. Dat ik zei, want jij hebt voor kerst 2 jaar geleden voor je moeder... Ja, toen hebben wij die in het buitenland voor mijn moeder gekocht. Ja. En ik weet niet. Het is wel echt super handig. En ik feun eigenlijk nooit mijn haar. Maar dat is wel echt de meest perfecte feun, borstel, krultang. Alles in één. Dat is zo fijn. Dat was echt al gewoon het beste. En wauw, die laptop. Die hebben we echt niet normaal. Oké, plak je hem door? Ja, ik plak hem hier. Nummertje 4. Nummertje 4. Gewoon 8 cadeautjes had jij. Kijk eens. Wow, 8 cadeautjes. Je bent... Weer iets zwaars. Jij gaat ook meteen schudden. Mag dat niet bij dit? Jawel. Hey, trouwens, ben je ook iets vergeten dan thuis? Nee, wat dan? Kijk eens even aan de zijkant van het inpakpapier. Leuke oogjes. Waar is het mondje? Hey, maatje. Ben je een leuk cadeautje? Op zich herken je dit eigenlijk meteen al, hè? Die kleur. Wat doe je? Oh mijn god. Jij bent zo maf, Kees, hè? Jij bent zo maf, Kees. Ik heb de allernieuwste voor je gekocht. Echt lief. Jij bent ook gewoon veel te lief. Jij laat mij ook huilen. Dat is echt stom. Ja, ik draag hem wel echt elke dag. Maar ik ben zo blij met deze al. Ja, maar als jij iets veel gebruikt en elke dag mee bezig bent, dan is het wel dat horloge. Ja, dat klopt. Maar... Dus ik heb gewoon allemaal dingen gehaald waarvan ik gewoon zeker weet dat je blij bent. Maar ook die super functioneel zijn. Want je had geen laptop, dus nee. Die MacBook is ideaal. En daarnaast, Maiwen die helpt mij ook met het bedrijf. Dus hè, gunstig ook voor mij dat jij een laptop hebt. Ja, vooral omdat we zoveel weg zijn is het soms irritant. Omdat Enzo natuurlijk ook moet werken op de laptop. En ik moet ook werken op de laptop. Dus dan moet ik of in de avond gaan als Enzo hem niet nodig heeft. Ja. En toen had hij die nieuwe laptop gekocht. En toen zei ik van, maar dan moeten we wel afwisselen nog steeds. Ja, toen dacht ik, nee, we gaan niet afwisselen. Ik zeg, jij bent bijna jarig, dacht ik in mijn hoofd. Ja, en dat horloge, dit is dan de nieuwste editie. Je hebt een paar edities geleden. Ik heb de 4 of de 5 en dit is de 7. Ja, dus ik dacht, we halen de nieuwste, of ik haal de nieuwste voor jou. Want dat vind jij sowieso super vet, dat weet ik zeker. Ja, ik ben daar wel echt super blij mee. Al helemaal omdat ik het elke dag gebruik. Maar ik moet zeggen, deze is ook nog steeds echt super goed hoor. Nou, maar dan kunnen we deze ook verkopen. Ja, dan kan je gewoon weer verkopen als de Apple Watch van Myron. Als mensen er interesse voor hebben. Ja, want, hij heeft wel al, ik wil niet zeggen goed beschadigd. Ja, hij is wel een beetje beschadigd. Er zitten wel gebruikerskrasjes op, laat ik het zo zeggen. Dat klopt. Want hij was helemaal zwart, maar hij is op sommige plekken zilver van de krasjes. Klopt. En ik weet waar we naartoe gaan. Waar gaan we naartoe? Nou, deze route heb ik al 100.000 keer in mijn hele leven gereden. Ja, dat klopt. Want dit is naar het bedrijf van mijn vader. Daar kan ik niet meer omheen. Dat mijn vader in het complot zat. Want jij ging 2 weken geleden met hem bellen. En dat hoorde ik, want ik herken mijn vaders stem uit duizenden. En toen hoorde ik dat hij dat was, terwijl jij hem aan de telefoon had aan je oor. En toen mocht ik de hete niet de studio binnen. Je was al een uur aan het bellen met hem. Dus dat wist ik. En gisteren appte mijn vader ineens, wat doe je morgen? En toen dacht ik van, dit is gespeeld. Dit is een act van jullie beiden. Dat soort dingen heb ik heel snel door. Als iemand zeg maar... Ja, het is alleen maar goed dat je niet heel veel mensen verteld hebt. Dat alleen Noël het wist. Want anders voel ik dat heel snel aan. Ja alleen Noël... we zien het wel. Schatje, dankjewel. Echt zo lief. Ik ga deze straks meteen dragen. Alsjeblieft, schatje. Echt lief. Er is nog niemand. Schatje, niet zo dom doen de hele tijd. Dit is je laatste verrassing. Nu word ik echt zenuwachtig. Ja, ik ben aan het zweten, ik ben helemaal duizelig. Niet doen. Ja, allemaal dit. Nee. Hoezo? Wat heeft hij gedaan dan? Mijn vader heeft iets gedaan.
of jij hebt samen met hem iets gedaan. Leg de love jar hier maar neer. Ja. Is hij er wel? Kom. Zijn auto staat er niet eens. Heeft hij dan expres gedaan? Hallo. Goedemiddag. Ja. Ja. Waar staat jullie auto? Hallo. Zijn jullie op de fiets? We zijn op de fiets. Ah. Hallo. Ben je nog vol af? Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Hey, gefeliciteerd met je 25e verjaardag. Dankjewel. Tobia. Feliciteer met Marlon. Ik heb al zo lekker gekregen. Ja, hè? Dat is echt niet normaal. Gefeliciteerd met Marlon. Gefeliciteerd. Met je vriendin. Ruikt lekker. Ja? Dat ziet er ook leuk uit. Ja. Mooi jurkje. Ja. Bloemetjes. Oké. Okay. Dan gaan we jou even blinddoeken, schat. Mag ik eerst plassen? Want ik kan er niet kan? Op afdrijven. Jawel, dat kan wel. Ga maar even blinddoeken, plassen. Blinddoeken, want ik... Hé! Hey. Doorlopen. Ik ben wel echt jarig, of niet? Nou... Nou, die zit al strak, hoor. Ja, te strak. Nou, daar gaan we. Volg mijn stem, schatje. Volg mijn stem. Follow the leader. Volg de stem. Volg mijn stem, volg mijn stem. Oké, okay, volg mijn stem, volg mijn stem. Ik wil niet meer! Bijna, bijna. Oké. Okay. Nou. Kan jij het afdoen, treintje? Nee, ik wil dit lekker ophouden. Nou, ta-ta-ta-ta. Wow! Gefeliciteerd! Dankjewel. Hoi, yo. Vind je het leuk? Ja, echt zo lief. Ja, iedereen is er. Zie je wel wie er allemaal is? Ja, ik zit een beetje te kijken. Ja, ik zie iedereen wel, ja. Zo leuk. Oh, echt lief. En jij hebt mij net nog gebeld. Mooi, mooi. Oh, dat is echt lief. Dan is het tijd voor het grote spektakel. Top, laten we het doen. Papa moet huilen. Ga jij hier maar zo staan? Nee. Laat je mij dan los? Nee. Hier zo. Oh mijn god. Ga jij maar staan, schatje. Nee, ik sta ik hier weer eentje. Are you ready? Nee. Dames en heren, ik ben zenuwachtig aan het worden. Ik ben serieus zenuwachtig aan het worden. Ik heb geen jas bij me. En het gaat in één keer regenen hier in Breda. Ik snap het niet. Waarom? Oh man! Woo! Ik ben zo zenuwachtig. Holy moly. We zijn er bijna nog 2 minuutjes. Oh, wat jammer dat het regent. Maar maakt niet uit. Als het allemaal doorgaat, dat is de vraag. Dat is zo spannend. Als het allemaal doorgaat. Als het dan maar droog is. Als ik het aan Myron kan geven. Wat er nu gaat gebeuren is het volgende. De vader en de broer van Myron zijn bij dit plan betrokken. En het mooie is, Myron heeft daar echt geen flauw benul van. Hey Twan. Hey. Ik sta op de parkeerplaats. Jullie zijn er bijna? 6 minuten. Zo spannend. Zo spannend, zo zenuwachtig, zo gaaf. Wow, het is moeilijk om hier te blijven zitten en niet naar binnen te gaan. Terwijl ik zo graag naar binnen wil om te kijken. Zo graag, want ik heb alleen nog maar foto's gezien. Nou, we gaan er weer vandoor, dames en heren. Het feest kan niet doorgaan. Oi, oi, oi. Het feest kan niet doorgaan hier, want we zitten bij het verkeerde filiaal. Ja, dat zijn serieus de zenuwen, dames en heren. Ik ben serieus. Die zenuwen, echt niet normaal. Ik zag dus op de navigatie dat het verderop was. Alleen, ik zag de naam van het bedrijf zag ik hier opstaan. Dus ik dacht, dan zal het wel hier zijn. Maar het is blijkbaar een ander filiaal. Oi, oi, oi. Het begint ook alleen maar harder te regenen. Maar goed, het is wat het is. Ja, ik denk het wel. Oké. Aan de ene kant heel erg jammer, maar aan de andere kant super blij. Echt super blij. Ik vind het gewoon echt niet kunnen dat als je gaat kijken voor een auto en ja, je ziet hem staan helemaal dik, super gaaf, alles erop en eraan. Ik heb dan gelukkig de vader van Myron en de broer van Myron bij me. En toen vroeg Albert, vader van Myron, Twan,
broer van Myron, dan kan ik het bij naam zeggen. Toen vroeg Albert, mogen we wel even de scanner erbij pakken, de verfscanner voor de auto. Ik weet niet precies hoe het heet, maar een apparaatje. En toen zei hij, ja, tuurlijk wel, ga je gang. Dus toen hebben ze overal op de auto gescand. Nou, daar klopte niks van. Er was van alles geplamuurd en de dikte was niet goed en hij was wel twee keer misschien overgespoten. Ja, dan vind ik het zo jammer dat zo'n verkoper niet meteen op het begin eerlijk zegt van, ja, luister, die auto komt uit Duitsland. Hij was wel geïmporteerd, had hij eerlijk gezegd. Stond ook bij de advertentie. Maar niet gezegd dat er links een botsing was geweest of rechtsachter iets kapot. Of, nou, die auto is gewoon echt, die heeft flinke schade gehad waarschijnlijk. En dat is zo jammer dat je er dan op die manier achter moet komen. Dat het niet gewoon eerlijk wordt gecommuniceerd. En dat is eigenlijk een beetje het jammere aan autoverkopers. Dat is ook waar de meeste mensen bang voor zijn. Dat je iets koopt wat gewoon niet deugt. Dus ik ben super, super, super blij dat ik Albert en Twan bij me heb. En dat die gewoon zo'n apparaatje uit de broekzak halen. En zoiets hebben van, we gaan eens even checken of het allemaal klopt of niet. Nou, daar klopt dus helemaal niks van. En het kan natuurlijk wel zo zijn dat zo'n auto is overgespoten en dat er niks aan de hand is, hoor. Dat kan. Ik bedoel, auto's worden gerapt, gespoten of wat dan ook. Maar als er dan echt gewoon, het gevoel klopt niet en er wordt niet eerlijk over gesproken, dan heb ik zoiets van, we moeten hier wegwezen. En dat dachten Albert en Twan ook. Dat is niet fijn, niet prettig, geen goed gevoel, wegwezen. Dus, nu gaan we naar optie B. En optie B is eigenlijk misschien nog wel beter. Dat is het mooie. Kijk, qua looks had ik zoiets van, deze is echt de shit. Deze is echt boom. Maar optie B is, als ik erover nadenk, eigenlijk veel meer briljant. En past veel meer bij het hele plaatje. Myron wordt 25. En dat wilde ik dus heel groot vieren. En ja, dit past gewoon met het getal 25. Jullie gaan er straks achter komen wat ik bedoel, maar dit is echt briljant. Dus ik heb er eigenlijk een super goed gevoel nog steeds over. En ik heb nu weer helemaal nieuwe zenuwen voor de volgende locatie. Ik ben ook heel erg blij dat we een soort van optie / plan B hebben. Dus daar gaan we nu naartoe. Ik moet alleen even telefoontje plegen dat we eraan komen. Het is een uurtje rijden, dus dat gaat helemaal goed komen. Weer een uurtje terug, maar dan richting Leusden. Dames en heren, je gaat het niet geloven. Ik moet heel even wachten tot het groen is. Maar er is dus een wagon omgevallen van die trein die je daar ziet. Holy moly. Zien jullie dat daar? Die wagon is gewoon omgevallen. Waardoor gewoon de weg is geblokkeerd. En hierachter zit de autogarage. Dus ik weet niet wat die auto's hier aan het doen zijn. Maar kijk dan. Die hele wagon daar. Omgevallen. Dus dat betekent dat we weer terug de snelweg op moeten. En dat we dan een afslag verder eraf moeten. En dan via de andere kant de garage moeten benaderen. Zo, maak je nog eens wat mee, joh. Het is hier wel droog, trouwens. Dat is prettig. Heel prettig. Oh, man! Spannend. Heel spannend. Holy moly, gewoon een wagon omgevallen. Hoe verzin je het? En het bijzondere trouwens is dat ik gebeld werd door de autogarage. En die zei van, ja, misschien moet je even via een andere weg gaan. En toen zei ik van, ja, het is nu al te laat. Ik ben de snelweg al af en ik heb de afslag al genomen. Want er hangt een politiehelikopter in de lucht. Die is aan het zoeken. Oké. Okay. Dus hij dacht dat het ging om iemand die op de vlucht is. En dat de politiehelikopter vanaf boven aan het meezoeken is. En alles aan het communiceren is op de collega's op de begaande grond. Hoe zeg je dat op de straat? Op de weg. Maar het schijnt dus zo te zijn dat er een wagon is omgevallen. Of ze hebben die wagon om laten vallen omdat er een crimineel op de vlucht was en die moest die wegnemen. Ik heb geen idee. Je kan het zo mooi maken als je zelf wil. Maar goed, we gaan even afslag verder opnemen. Komt helemaal goed. No worries. Dit zou ik ook nog kunnen doen trouwens. Oh. Dikke trekker. Nou, het is gelukt. Politie, alles erop en eraan. Dat gaat niet goed komen daar. Gelukkig moeten we hier zijn. Hoppa. Tot zo. Tot zo. Boom, zitten we. Oh. Zo, maar dit is wel heel ziek, hoor. Holy shit, ja, dit is wel dik, hoor. Oh my god, dames en heren. Damn. Ja, dit is niet normaal. Nee, dit is wel heel leuk gaaf, ja. Dit is echt heel leuk gaaf. Ja, ik vind dit zo ziek ook. Ja. Niet normaal. Het is gewoon vol auto, hoor. Dus je ziet je dochter wel in rijden? Ja, ja. Even starten, Albert. Ja.
dik, hè? Ja, echt vet. Holy shit. Daar gaat de vader van Myron. Ciao, ciao. Wauw. Holy shit. Holy shit. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Wauw, ik zweet. Spannend, leuk, enthousiast, lijp, onwerkelijk, bizar. Alles bij elkaar, emoties. Wauw, het is gewoon gelukt. Ojojoj, het is gewoon gelukt. Holy shit. En nu snel naar huis. Want op dit moment dat jullie dit zien, ja, dit zit in de vlog van de verjaardag van Myron. Maar dit is allemaal opgenomen op 8 juni, mijn verjaardag. En ik moest eigenlijk om 1 uur thuis zijn van Myron voor iets voor mijn verjaardag. Ik weet nog niet wat. Weten jullie ondertussen wel als jullie mijn verjaardagsvlog hebben gezien. Maar zoals jullie weten, ik vind het heel erg tof om mensen blij te maken en iets te doen voor anderen en cadeautjes te kopen voor anderen. En het voelt dan ook echt serieus waanzinnig om dit allemaal te hebben kunnen regelen precies op mijn eigen verjaardag. Ja, dit is echt fantastisch. Dit is zo super sick. Dit is zo gaaf. Wauw. Echt zo ontzettend blij mee. Maar ik moet dus nu al echt snel naar huis. Ik heb gezegd tegen Myron, ik ben er om 1:30, een half uurtje later. Niet boos worden, sorry. Maar ik vind mijn verjaardag niet zo interessant. 29 jaar, boeien. Volgend jaar word ik 30. Dan ga ik het wel groot vieren met hopelijk een feest bij de nieuwe woning, want dan is dat allemaal af. Maar dit is onwerkelijk. En hoe super gaaf is het dat ik dit samen heb kunnen regelen met de broer van Myron en met de vader van Myron. Dus mijn schoonvader en mijn zwager. Ah, dat vind ik echt fantastisch. Echt super dankbaar voor ook. Ik ben zo ontzettend tevreden. En dit is serieus super gaaf dat de auto gaat nu meteen mee naar het noorden. Naar de garage van de vader van Myron. En daar wordt de auto nog eventjes onder handen genomen. Dus hoe jullie de auto hebben gezien, hij wordt nog wel hier en daar wat aangepast in de smaak van Myron. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat is nog wel een dingetje. Dat is zeker nog een dingetje. Ik hoop niet dat veel mensen daar boos om worden. Ja, het is wel gewoon mijn eigen keuze. En je mag doen wat je wil. Maar het is een speciale editie. Het is een 25-jaars editie. Dat betekent dat die 25-jaars editie speciale kleuren heeft. Alleen die kleuren vind ik niet mooi. Ik vind alles mooi. En dat is ook de gedachte van Myron, hè. Die delen wij. Ik vind alles mooi behalve die kleuren. Nou, daar waren mijn schoonvader en mijn zwager het ook over eens, Albert en Twan. Dus gaan wij dat aanpassen? Nou, nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen het is een 25-jaars editie, dus dat moet je zo laten. Gaan we dus niet doen. Gaan we aanpassen. Is mijn eigen keuze. Want ik weet dat uiteindelijk Myron dat veel dikker gaat vinden. Dus de auto die jullie net hebben gezien gaat dus uiteindelijk er heel anders uitzien. Of heel anders, een beetje anders. Ah, zo vet dit. Holy shit. Wauw, het is gewoon gelukt. Ik weet nog dat ik 2 maanden geleden ongeveer voor het eerst de vader van Myron sprak. En zei, dit is het idee. Want ik ben zo gelukkig met Myron. Ik wil de rest van mijn leven delen met Myron. Ik ben zo gelukkig. Ik ben zo dankbaar. We hebben elkaar echt gevonden. We doen alles samen. En dit is gewoon iets wat ik heel graag wil doen. En daar voel ik me goed bij. Ik wil het gewoon doen. Ik heb gezien hoe het leven ook soms kan lopen. Hoe dingen kunnen veranderen. Ook met de mensen om me heen. Dus ik wil gewoon alles halen wat eruit zit. En dit voelt gewoon goed op dit moment. En schijt. Ik doe het gewoon. Fuck it. Gewoon letterlijk fuck it. Ik doe het gewoon. Ik vind dat Myron dit ook verdient. Ik wil mijn succes delen met Myron. Dat sowieso. En ik denk dat dit echt heel mooi is. Voelt goed. Voelt super goed. Let's go! Are you ready? Nee. What the fuck? Gefeliciteerd, schatje. Dit is je 25e jaar verjaardag. Dankjewel. Trek jij zelf het doek er vanaf? Nee. Ik vind die taart alleen al leuk. Oh, schatje. What the fuck? Vind je het mooi? Ja. Is die voor mij? Ja, is voor je verjaardag. Wat is jouw verjaardag? Niet. Ja. Wat? Oh mijn god. Wie zei dit? We hebben het hier al zo vaak over gehad. En
van Loek gefilmd. Ja, klopt. Oh mijn god. Ja, dit is wel een droomauto. Ja, toch? Ja. Nou, dat is de hele verrassing. Vanaf nu geen geheimen meer. Yes, eindelijk! En ik zei net nog in de auto, ik ben blij dat niemand anders in het complot zat. En echt iedereen zit gewoon in het complot. Ja. Jij dacht alleen je broer misschien en je vader. Nee, ik dacht alleen Noël. Ja, Noël wist het als enige helemaal, zeg maar. Ja. Ja, en je wist dat ik met je vader had gebeld. Dus, maar ja, meerdere mensen dan je dacht. Maar het is een mooi plaatje zo, schat. Jeetje, dus helemaal blij? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Alsjeblieft. Er staan lampen onder. Nee, en een taart. Die, ja, en een taart, ja. Stel van de taart. Misschien even nog aan de schaal. Maar je kan hem wel starten en het dak eraf halen, denk ik. Ja, je moet die klep vasthouden. Naar achter. Gaaf hoor. Ja, echt bizar. Echt niet normaal. Kunnen we racen met z'n tweeën? Ja. Voor jou ook nog een cadeautje, maatje. Dankjewel. Ja, geweest. Van mij en Janneke. Mooi greenscreen. Yes, sir. Heeft mama ingepakt? Hebben we Annelies ingepakt? Ja, inpakpapier was op. Dus ze was even creatief geweest. Wat is het? Is het een tasje of zo? Ik weet niet. Wat zei je? Jij maakt iets van een gebaar. Het is helemaal afgeplakt. Yeah. Zo fijn dit. Yeah. Er zit niks op, het is gewoon een doos. Hé, hey, er is nu ook gewoon voor jou geknutseld. Ja, ik wou net zeggen. Ja, mooi, ja. Geknutseld en alles. Oké. Hey, Noël, geef me shirt. Waar is Noël? Hij is daar. Hij staat bij de auto. Hij zit de auto te filmen. Gewoon Uno schoenen. Echt een collab van Nike. Dude. Echt? Ik snapte niet dat je ze niet al had. Nee, ja, ik wist niet dat ze er waren. Ja, ik ook niet. Holy shit. Echt geniaal. Dat is echt keihard. Dat zou ik echt niet aankomen. Keihard. Echt heel vet. Thanks, bro. Alsjeblieft, bro. Dankjewel. Dankjewel, Jenneke. Alsjeblieft. Echt super lief. Echt nice. Holy shit. Ja, we moeten straks wel even deze aandoen met het shirtje van mij die Noël aan heeft. Sowieso zijn die Air Force de laatste tijd ook wel echt je favoriete schoenen. Ja, vind ik echt nice. Ja, ik ken geen één schoen die zo lekker zit als deze. Nee, is ook en zo. En Yeezy 700. Hey Noël! Geef mijn shirt terug! Kijk dan! Gaat het ook weer? Hey, maar joh. Hey. Geef mij die schoenen. Hij snapte meteen. Oh ja, moet ik jou de schoenen geven? Geef mij een shirt. Ja, shirtwissel. Ja, keihard. Ja, echt.
Ook al die gekleurde peters. Ja, wist ik ook niet dat hier buiten. Zo fijn. Oh, ben je met dat shirt op stap gegaan gisteren? Hey. Oh, hey, yo, Noël. Oh, dit is wel echt sexy, ja. Zo. Nou, neem me mee alsjeblieft. Kan ik helemaal naar buiten rijden? Ja, je kan helemaal naar buiten rijden. Alles weggehaald. Jij bij mij naast mij zitten. Ja, ik ga naast jou zitten. Zeker. Oké, allereerste rondje ever, dames en heren. Daar gaan we. Eigenlijk heb het allereerste rondje heb ik zelf gemaakt. Nee, ja, ik moest een test rijden. Dat vind ik alleen maar leuk. Ik moest een test rijden voor je. Dat is toch alleen maar leuk. Kijk, bedankt, meneer. Dankjewel, meneer. Maar deze sleutel leg je wel hier. Ja, leg daarin altijd. Ja, of gewoon hierin. Misschien. Hier de zijkant. Oeh, daar leg je je telefoon in. Telefoon draadloos opladen. Dat is maar fijn, dat hè? Dat kan ook. Gordeltje om, meneer? Graag. Deze in de P. Oh ja, gordel. Sorry. Hij heeft ook echt goed geluid. Ja, hij heeft echt goed geluid, ja. Wat is dit? Uitlaat open. Ja. En het is 400 pk op de achterwielen. Op de achterwielen 400 pk. De normale box heeft 300 pk. Daar gaan we. Zo, er staat je echt heel sexy dit. What the fuck? Ik kan het ook gewoon niet geloven. Dit is gewoon niet normaal. Komt-ie, hè? Dat heb je wel genoeg gedaan. Nee, maar dat is zo lief. Het is echt niet normaal. Echt bizar. Perfecte echt cadeau. Bizar. Dat is wel leuk om erbij te vertellen. Althans, dat vind ik heel erg leuk. Want de 25-jaars editie ziet er dus anders uit. Maar ik weet zeker dat hoe die nu gecustomized is door dus je vader en je broer. Dat vind ik echt geweldig dat je vader en je broer bij het complot zaten. Ja. En echt heel erg hebben meegeholpen. Echt lief. En je moeder natuurlijk vandaag ook al het eten, de lunch, catering. En echt schattig. Super lief. Ja. En wat ik echt heel erg ziek vind, is dat je hebt de allerziekste boxster. Is de GTS 4.0. Ja. En de reden 4.0 is omdat hij 400 pk heeft. Ja. Maar de enige Porsche Boxster die geen GTS is, maar eigenlijk toch weer wel, is deze. Omdat ja. Dit is een speciale 25-jaars editie. Ja. En daarom heeft deze ook 400 pk. Dus hier zit hetzelfde motorblok in als de GTS 4.0. Alleen ja, het is gewoon de 25-jaars editie. Dus je hebt niet op de zijkant die lijnen GTS 4.0, maar het is wel hetzelfde blok. Dus daarom 400 pk. Echt niet. Op de achterwielen. Dus je moet me één ding beloven. Alsjeblieft, doe voorzichtig. Schat, ik doe altijd voorzichtig. Ja, nee, maar ik zeg het er toch even bij. En ik ga alleen maar met jou rijden waarschijnlijk. Dus... Oh zo, dit is jouw auto. Je kan altijd rijden wanneer je wil. Maar ik zie dat je gaat toch zo... een keertje met vriendinnen rijden of zo? Ja, maar ik zie dat niet zo. Dit is toch gewoon meer, zeg maar, als jij een van keer naar, ons. Dan als jij een keer naar Kim gaat in het noorden, dan hoef je toch niet mee? Nee, dat klopt. Maar alsnog, het is wel een soort van dan onze auto, toch? Ik zie dat niet als mijn auto. Oké, maar ik vind het heel erg leuk om met jou te rijden, maar ga de rest ophalen. Ja, dat is goed. Want anders dan moeten ze heel lang wachten. Dus dan, ik zou zeggen, steek hem hierin en weer terug. Ik steek hem er een mee, ja? Ja, en dan neem iedereen mee voor een rondje. Ik vind het ook zo leuk dat je allemaal hebt uitgenodigd. Echt schattig. Ja, ik ben ook echt blij dat het allemaal gelukt is. En oh, zo fijn. Serieus, ik voel me nu weer zo opgelucht. Nou, ik ook hoor, want je hebt me echt helemaal gek gemaakt afgelopen week. Nou, dan is Janneke de volgende. Ik zou hem hier laten staan dan. Taxi! Help! Nooit meer! Ze is gek! Janneke! Nou, daar komt Janneke. Holy shit, het is echt zo ziek. Om jou zo erin te zien zitten. Veel plezier. Holy moly, dames en heren. Nou, daar gaan ze. Was het wat? Ja.
Wie is de volgende? Jij mag het zeggen. Hij maakt het, ja? Michel! Ja, ik kom. Kom maar, Michel! Yay! Oh, nice! Echt ziek. Oh. Ja, dit hebt, zit hem lekker, hè? Ik heb een zonnebrilletje al op. Ja, ik ben er voorbereid. Dat wil ik echt ook even doen. Hoppa! Ja, schierplaatje dit, hoor. Hello. Tot zo! Zo mooi dat ze iedereen meeneemt, rondje voor rondje. Het is gewoon helemaal voor jou. Ja, dat geloof ik niet. Dat is toch fantastisch. Ik denk dat dat pas na een maand of zo pas gaat doordringen of zo. Ja, en dan ben je er helemaal aan gewend. Ja, ja. Nee, dat hoeft niet. Dat mag niet. Dat mag niet. Nee, hè? Nee. Oh, dat is wel lekker hoor, even zo overdag. Fijn, we hebben ook echt perfect weer vandaag. Ja, zeg jou echt jouw geluksdag. Ja, niet normaal. Kijk. Het geluid ook. Zo. Wordt vaak tanken, denk ik, daar komende maand. Dat denk ik ook wel, ja. Maar hij ligt ook heel laag. Het is echt een beetje een kaart. Hij kleeft lekker in de weg? Ja. Ja, nou, gaaf hoor. Niet normaal. Echt, het is je gegund. Super lief. Daar komt ie. Hoppa. Dat is lekker, hè? Niet normaal. Ik wou me aan dat geluid. Bizar, echt bizar. Hey. Hey. Oh, dat is de drone. Wat is dat, joh? Nice! Next one! Next one! Oh, super vet, hè? Dik! Oeh, ja, sick. Echt. Zo? Moet dit zo of zo, denk ik? Ja, hoe jij het wil, is jouw auto. Nee, niet zo. Ik bemoei me niet. Heb je een brilletje op? Ja, dat is wel stoer, hè? Hoppatee. Zo, wat? Hey. Staat je ook op mijn schoen? Ziek, hoor. Ja. Ciao! Hoppa! Hey. Mooi, hè? Echt lekker, hè? Ja, echt vet. Die wind is ook zo fijn. Ja, heerlijk. Mooi cadeau. Bizar, echt bizar. Kun je wel trots op zijn. Was het wat? Die lach krijg je niet meer weg. Die lach krijg je niet meer weg? Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Thijs! Tot zo! Oh, we hebben een beetje dezelfde ja, bril. Daarom. Hoi, daar ben ik op. Zo fijn bij Marn in de auto. Bye bye! Zo, wat een lekker geluidje, dames en heren. Niet normaal. Ja, het is ook zo mooi om te zien hoe blij iedereen voor Marion is. Het is echt haar dag. Had niet beter kunnen gaan, dames en heren. Echt super blij. Super, super blij. Wauw. Hey, goeie jongen. Zo. Hij rijdt echt lekker. Niks van. Ik denk oprecht dat dit pas na misschien een half jaar dat je pas denkt van wow, deze is echt van mij. Ja, je weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist. Ja. Niet normaal. Echt niet normaal. Hij ligt zo lekker op de weg. Ja? En die man en die kan racen. Zo, nee. Echt. Perfect. Kom hier, jongetje. Pas op, joh. Ja, het zieke is dat Noël zijn waarom denk je dat ik als enige het aan Noël heb verteld? Ik dacht, ik kan het niet weerhouden om hem het niet te vertellen als hij zo'n Porsche-fan is. Ja, wat is het mooi. Alles ziet er echt clean uit. Ja, dat stuurt. Details. Nou, niet te kort, hè? Niet te kort. Zo. Gooi goed door dat boom is. Hou op!
Jij kan er ook aan zitten, hè? Ja, maar... Oh! 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 De kijkers kunnen het niet zien, maar... Hij opent even de... Oh! Zo... Oh, joh, dit is zo scheef. Hier ga ik niet meer langs. Hij opent even de bekerhouder. Oh. Was dit toevallig een extra lang rondje? Nee. Ja, dat was een extra lang rondje. Ze zeiden serieus hier aan de picknicktafel. Volgens mij was dat een extra rondje. Kijk dit. Ja, dit hier zie ik. Oh! Wow, joh, kan je dat raampje naar beneden doen? En dan nog een keer laten zien? Ik doe hem even terug dicht, hè. Kijk waar Noël achter is gekomen. Twee bekertje. Je drukt er één keer op. Oh, twee bekertjes. Dat is zo fijn. Wil je gewoon je handen in doen? Dat is echt waar. Zo mooi. Ik zei al, ik heb het gevoel als ik een soort van taxichauffeur ben en dat ik straks die auto weer moet inleveren. Dat ik gewoon even het gevoel mag proeven. Kan die spoiler omhoog? Is dat een spoiler? Ja. Oh, ik dacht dat dat voor de hoog en laag van de auto was. Oh, wat mooi allemaal. Oké, ik ga eruit, sorry. Jij mag. Nou, dan gaat Dennis. Kom je niet met het hoofd boven het raampje uit? Misschien wel, hè? Nee, valt wel mee hoor. Hij is aardig laag. Ja. Je boer even erbij halen? Ja, dat is goed. Dat vind ik wel. Twan! Ja, dat vind ik leuk. Ja, dat is mooi. En ook nog even met papa. Ja, want Twan heeft echt veel gedaan aan de auto, hoor. Ja, precies. Ja. Wel een beetje gas geven. Staat jullie goed? Ja, toch? Ja. Ik krijg oprecht van last van mijn kaken. Krijg je last van je kaken? Ja. Ben je het al zat, die rondjes? Nee, ik rijd wel elke keer hetzelfde rondje. Maar het is echt zo leuk. Gewoon het geluid. Wow. En weet je wat nog het zieke is? Hij staat elke keer nog gewoon in normale stand, hè? Ik heb nog helemaal niet sport gezet. Ziek, hè? Zou ik dat nu doen? Ja, dan moet je wel oppassen, want dan gaat hij wel de achterkant meer. Plus mocht niet op het wang. Nee. Sport mag wel. Ja. Wie is de volgende? Oh, Sophie. Ja! Ik heb het helemaal leuk. Nou, ik heb een goede behalen voor. Ja. Ga je haren loslaten? Ja, leuk. Thank you.
tuintje. Ja, mooi hè? Mooi? Ja, geweldig. We zijn de beste voor het laatst. Zo! Alberto! Alberto gaat even mee. Daar gaat hij, samen met papa. Nou, geniet ervan. Nu moet je wel laten zien dat je kan rijden. Dat weet je al. Mooi hè? Niet normaal. Echt, ik snap er helemaal niks van. Ik zei het ook al tegen mama. Hoe dan? Ja, zo bijzonder. Ja. Volgens mij was dit het einde, want iedereen is geweest. Als laatste de vader van Maiwen. Hoppakee, dat was hem. Zo. Oh, rust. Jong. Hoe was dat? Ziek hoor, echt ziek. Niet normaal. Ja? Ja, echt niet normaal. Je hebt veel rondjes gemaakt. Ja, ik heb gewoon zweetbillen. Nou, iedereen vond het fantastisch. Ja, ik vond het ook fantastisch. Je hebt goed ingereden. Ik heb gewoon echt serieus last van mijn kaak van het lachen. Ziek hoor. Ja. En je moet echt standaard zonnebrand in de auto hebben liggen, want je hoofd gaat echt snel verbranden. Ja, zeker weten. Want door die wind denk je dat het niet zo heet is. Maar die zon is echt fel. Ja. Ik snap er nog steeds niks van. Echt perfect, schat. Echt zo fijn. Ik zei het al, het wordt een dag om nooit meer te vergeten. Ja, echt. Dat was het al niet. Met alles wat je gefixt had. Ik zeg tegen iedereen ook, toen iedereen daar stond, dacht ik dat dat het was. De verrassing en de taart en die ballonnen en zo. Ik dacht gewoon, iedereen is gekomen, super schattig. En dan uiteindelijk dit gewoon. Zo blij. Perfect. Nou, gaan we nu even lekker chillen. En taartje eten. Yes. Tijd voor taart. Tijd voor taart. Kijk eens. Zo, die hele koelkast staat vol met die taart. Ja. En een krat pils. Nou, een biertje. Oh. Oh, dat was zo fijn. Oh, dat was echt fijn. Even squatten. Heb jij deze taart gefixt? Ja. Echt? Ja, serieus. Ik herken het onderkantje volgens mij. Wel mooi, want een van die jongens die zei van, hey, moeten jullie ook nog wat vertellen? Want blauw. Ik zei, nee, dat is gewoon de lievelingskleur van Marvin. Was ook leuk geweest, hè jongens. Ja, hoe ga je dit ooit aansnijden? Ja, daarom ga ik het ook filmen. Ja, ja. Hoppakee. Hartstikke idee. Ja, ik heb geen idee hoe je dit aansnijdt. Ja, gewoon bovenaan beginnen. Dit allemaal afhalen, denk ik, hè? Wat zei jij? Wat zei jij? Ik kan de onkruid ook eten. Onkruid? Ja, kan je dit onkruid ook allemaal eten? Ik wil hem nog even een foto maken. Fijn, fijn. Ja, top. Dit haal ik gewoon allemaal af. Ja, ik zal dat afhalen, ja. Wat voor smaak is het? Weet je dat? Niet dit soort vragen stellen. Rijstepap, rijstepap. Taart, groot, blauw, Marwen, jarig, 25. Ja, wel echt leuk dat je het blauw hebt gedaan. Oh, dit gaat keurig. Wow, keurig. Keurig. Zo, jij zit dichtstbij. Ah, dit doe je wel super. Zo. Hoera! Hiep de piep! Hoera! Hiep de piep! Hoera! Hiep de piep! Hoera! Hey, je zit ook op de verjaardagstoel. Ja, op de hoogte. Ja, ik had hier wel moeten staan. We hadden de kruk eigenlijk alleen nog moeten versieren, maar... Ik hoorde al wat. Hey, dit is wel echt heel dik hoor, jouw stuur. Dit? Ja, dit is wel echt dik hoor. Niet normaal. Nou, ga met die handel. Hallo Anouk. Hoi. Komt ie hè?
Oh, dik, maat. Zo, dik. Ja. Jezus. Ja, dit is de werkplaats hier zo. Echt super clean altijd, niet normaal. Ik heb echt serieus, het is niet alleen omdat het mijn schoonvader is natuurlijk, maar ik heb nog nooit zo'n schone werkplaats gezien als dit. Het ziet er hier altijd zo clean uit, het is niet normaal. Maar goed, hier had dus iedereen hun auto stiekem neergezet, zodat Marvin van Nick zou weten. En zoals jullie dus hebben gezien, en misschien ook de vlog gezien van de fotoshoot, maar Anouk de fotograaf, die heeft een Porsche GTS Boxster 2.5. Dus die heeft ook echt een super gave box in krijtkleur. Hey bro. Afscheid nemen, dat staat niet. Maar ik zie je snel weer. Hey, dit is wel fijn, extra knuffels. Ik kreeg net ook al. Nog eentje dan? Pas. Ja, nee, Janneke. Oh, oké. Okay. Doei Janneke. Doei doei. Ciao. Tot de volgende keer. Leuk zie je bij jou. Hey, doei maatje. Ik snel maatje. Rustig aan. Ciao. Bro, ik zie jou vanavond. Hey. Rustig aan. Rustig aan. Ciao. Later. Oké, daar zit ik dan in de auto. Ik heb voorgesteld om nog eventjes met z'n allen ergens op het terrasje wat te gaan drinken. Aangezien het zulk mooi weer is. En het is natuurlijk leuk om even een stukje te rijden met de auto. Dus we gaan even een stukje verderop. Gaan we lekker rijden. En dan gaan we ergens even een terrasje pakken. En dan heb ik geregeld dat we vanavond voor het avondeten nog even lekker uit eten gaan. Maar dat gaan we dan doen met Albert, mijn schoonvader, mijn treintje en met Rianne en met Twan. De broer en de vriendin van de boer. En dan met Marion en ik, met z'n zessen. Vind ik wel leuk om even met familie af te sluiten vandaag. Ook omdat ik echt super dankbaar ben dat ik dit zo heb kunnen regelen samen met mijn schoonvader, samen met mijn zwager. En dat ook de moeder van Marion, mijn schoonmoeder, ja, mijn schoonmoeder, dat die ook echt super lief heeft geholpen en alles heeft opgezet. Echt heel fijn. Hi Marion. Hi schatje. Weet je waar we heen moeten? Nee, ik heb geen idee. Dus ik heb de weg hier links van mij een beetje vrijgehouden, zodat je er langs kan. Ah, maar jij kan er ook wel navigeren. Het is naar Polshoogte, zo heet het. Oh, dan pak ik even mijn telefoon erbij en dan ben ik wel de navigatie. Oké, daar gaan we. Hoppakee, lig ik op kop. Hoorde je dan? Ja, dat was Michel. Oké, dan heb ik de navigatie aangezet. En dan gaan we dus nog even wat drinken op het terras. Echt superleuk. Echt serieus fantastisch. Echt heel fijn dit. Yes! Alles gelukt. Oi, oi, oi. Wat een stress is er nu weg. Nou, daar komen ze aan hoor. Hoppa! Woe! Yay! Yay! Zo dik hè. Ongelooflijk. Oi, oi, oi. Zo. Oh, goeiedag hè. De bril vloog me bijna van de kop. Zo. Ik heb het weer gegeten. Ja, maar het is wel echt prachtig hier, dames en heren. We zitten hier dus bij de Polshoogte. Staat mooi gegraveerd hier in het riet. Is echt een mooi plekje. En ik ga serieus straks eventjes, als hij nog open is, ik ga serieus even naar boven lopen straks. Liefhebbers. Even kijken hoe hoog het is. Ja, dit is hoger als mijn flat. Heb je wel eens de trappen bij je flat gelopen? Ja, ja, ja. Met Dennis, met de kledingkast. Oh, met een kledingkast? Oh, kledingkast. Oh, dat was zwaar. Serieus? 11 etages, toch? 11 etages. Oh. 22 trappen, ja. Wow, met een kledingkast? Ja, die kon niet deuren. Holy shit. Niet in de lift. Dat is wel ziek hoor. Ja, maar ga je straks mee, Rutger, naar boven? Ik twijfel me een ja. Beetje. Ja? Hoeveel trappen treden zijn er? Ja, dat weet ik niet. Ga je mee, Michel? Oh. Ja. Ik denk het wel. Ja? Ja? Ik wil wel even zien hoe het eruit ziet. Ja, en als we hier nog nooit geweest zijn, moeten we ons tilt. Ja, we moeten het toch even ervaren, voor de beleving. Ja, je hebt dus een hoge toren hier. Je schijnt echt mooi uitzicht te hebben. Maar ik heb hier één keer eerder gezeten met Marvin, maar ik ben nog nooit in die toren geweest. We hebben de tijd ervoor, dus ik vind dat we even naar boven moeten. Maar het is echt super gezellig zo. We hebben nog even wat hapjes besteld, even lekker wat drinken. En even lekker aan het kletsen, mooi weer erbij. Wat wil je nog meer? We zijn maar begonnen. Nou, daar gaat het. Dennis aan kop. Dit is echt mooi hoor. Ik heb net gevraagd aan de jongeman die werkte daar bij de zaak. Van hoe lang doe je erover eigenlijk als je naar boven gaat? Hij zei zeker geen 10 minuten. Ik denk ongeveer 5 minuten. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga gewoon serieus de timer zetten van mijn telefoon. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat we boven zijn. Ik vind dan van interessante dingetjes om te weten. Even kijken. Stopwatch. Go. Nou, daar gaan we. Nou, nu komen we bij het echte werk. Jeetje. Nou, het is ook geen stijl hoor. Ja, dit is wel een hele steile trap, ja. Als serieus al die mensen bij dat terras dit ook doen, dan heb ik respect voor al die 60-plussers. Ja. Oei, oei, oei. Jeetje. Hey, dit is een beste trap, hoor. Lopen, lopen, lopen. Dat is wel anders dan gamen. Ja, echt wel. Schiertrappie, hoor. Ja. Dingen zijn er wel.
Nog ogen boven. Is het mooi uitzicht. Ja, waren het goede reviews, Rutger? Rutger vragen aan die mensen. Was prachtig, was mooi. Oh, we zijn er al bijna. Ja. Oh, dat is sneller gegaan dan ik dacht. Maar kijk, we zijn wel boven de boom, hè? En weet je wat het mooi is? Die fit dames zitten de hele tijd met elkaar te praten. Ja, hoe was het? Ja, leuk. Wij zo. Ja. Ja. Ik krijg bijna zuurstof hierboven. Oh, joh, joh. Ah, we zijn er. Ah, shit, ik ben de euro in mijn auto vergeten. Ah, jammer. Ik zal hem even halen. Ja, jammer. Oei, oei. Kijk eens even. Ja, het is wel mooi. Zeker. Nou, dan hoop ik dat het vliegtuig met dat spandoek met I Love Myron nu nog voorbij komt. Oh, helaas, net gemist. Ja, gooit er even gulden in. Haal jij die even. Oh, hij ligt nog in de auto. Haal jij hem even? Ja. Dat kon ook niet platter dan dat het was. Je gooit er even gulden in dan. Een daaltje. Takkel. Oh, joi, joi. Ja, dit is wel echt gaaf, ja. Ja, niks meer gewend. Iedereen is back off, zo wat. Ja, was dat mee? Ik word hier gewoon bang van, man. Fijn hoor, dit. Het is heel mooi, dit, dames en heren. Daar komt het op neer. Nou, gaan we naar beneden? Ja. Zo, dames en heren, daar gaan we. Myron in een eentje met een nieuwe auto. Oei, yo. Oké, iedereen die gaat nu naar huis. Myron en ik gaan nog eventjes naar de ouders toe. En dan gaan we even met z'n zessen uit eten. Super gezellig. En ik denk dat ik gewoon een beetje verbrand ben. Het is echt niet normaal. Oei, 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 wat een dag, hè. Zo, ik ga ook lekker slapen vanavond. Wauw. Heerlijk. Zit ik weer. Oh, hij ruikt ook nog zo nieuw. Holy shit. Ik heb oprecht gewoon hoofdpijn van het lachen. Ja, ziek, hè? En misschien ook wel van het huilen. Want ik heb wel twee keer gehuild vandaag. Daar krijg ik altijd hoofdpijn van. Wow, echt niet normaal wat er vandaag allemaal gebeurt. Ja, ik zei ook al net, ik ga lekker slapen. Ja. Nou, we gaan nu met z'n allen achter elkaar aanrijden. En dan gaan we dus naar Assen, gaan we nog even lekker uit eten. Leuke afsluiter. Zeker. Kom bij Marvin in de auto. Doe het dak eraf. Oh ja, dat is goed. Dat vind ik wel leuk. Ik had het net niet gedaan omdat het een klein stukje was, maar we moeten nu al een stukje rijden. Hartstikke idee. Hoi, yo. Zonnetje schijnt. Zonnebrilletje op. Ik heb ook wel een lekker trek. Ik ook. Even lekker smikkelen. We hebben vandaag ook niet heel veel gegeten eigenlijk. Nee, we zijn veel te veel bezig geweest met allemaal moois. Oeh, daar zijn we in de parkeergarage. Nou, en dan voor de eerste keer een test met de sleutel of je dan het dak er ook op krijgt. Ja. Welk knopje moet ik doen, Twan? Ik denk de lockbutton. Dicht? Ja, wow. Ja, lockbutton inhouden. De hele tijd? Wow, yo, dat is wel echt sick. Fijn, hè? En hoef je hem niet op contact te zetten, dan kan je gewoon met de sleutel doen. Wow, dat is echt heel nice. En dan als je hem lang genoeg inhoudt, gaat het raam ook dicht? Ja. Echt fijn. Wow, dat is echt ziek. Boom. A few moments later. Hey. Hey, schatje. Ik vond het wel spannend langs je stoep. Ja, snap ik. Ik weet niet zo goed hoe breed hij is eigenlijk. Ik heb opa gebeld. Alle ruimte. Maar, oh. achter jouw auto dacht ik, oh dat is prima. Kijk maar aan die kant, daar steek ik niet uit. Zo fijn. Je ziet hem niet eens. Nee, ik heb hem zo'n stukje van de stoep. Maar dat maakt niet uit. Het is alleen maar beter voor velfjes. Beter voorzichtig eerst dan dat je meteen zo'n stukje van af zit. Hè? Dat is waar. Hoe gezellig was het eten met iedereen? Heel gezellig. Dat was leuk, hè? Schat, ik ben zo blij met jou. Dat is niet normaal. Ja, dat zeg ik altijd. Maar je hebt vandaag echt... Ik heb mezelf goed bewezen. Ja, je hebt... Wauw. Je had echt gewoon niet beter gekund. Dit was gewoon eigenlijk 100.000 keer beter dan wat ik verwacht had. Mooi zo. Zullen we nu oma gedag zeggen? Ja. Ik heb niks gefilmd van het eten trouwens. Het was gewoon zo super gezellig, zo lekker gegeten en gechilled. Dus dat was echt heel erg nice met de ouders van Myron en de broer en de vriendin. Hallo. Hallo. Gefeliciteerd, hè? Waar ben jij gegeten? Nu? En bij het Villa Tapas. Hallo oma. Wat zie je er goed uit. Ja. Ja, gefeliciteerd, hè? Ja. Heb je een lekker wijntje, gedronken net? Ik ben net aan één slok. Ik ruik het. Lekker, hoor. Vanuit de meid. Lekker, hoor. Wat vind je van mijn nieuwe schoenen? Nou, schitterend. Ja, mooi. Lekker kleurrijk, hè? Echt heel mooi. Echt zo goed. Opa! Gefeliciteerd. Dank je wel. Hoe is het? Ja, helemaal goed. Mooi. Super. Een mooie jackie. Ja, vind ik wel. Ja, mooi spijkerjackie. Ja, moet je een beetje een jackie aan hebben. Ja, leek je bij jongen. Kom op. We willen wat laten zien. Of tenminste, Myron wil wat laten zien. Wat dan? Mijn cadeau van Enzo. Nou. Kom maar. Er staat iets achter van mij. Oh, een auto. Een Porsche. Ik zie er iets achter staan. Hij is hartstikke gek, die jongen. Daar snap ik toch niks van.
Jezus. Maar je hebt al een Porsche, jij jongen. Ja, maar die is van mij. Oh, had jij deze? Nee. Geweldig. Mozes Kriebel. Mozes Kriebel. Is die voor jou? Nog god. Snap je toch niks van? Nee, daar snap ik helemaal niks van. Kan ik hem nu ook openklikken, denk je? Hij is er alleen gereden? Kijk dan. Prachtig, hè. Oh, zeg. Oh, wat een schitterend ding. Het is toch niet normaal? Oh, nee, dit is niet normaal. Oh. Misschien wil Maiwen je een keer meenemen om te shoppen. Ja. Ja, dat is wel een hoedje, want hij is wel hard. Oh, wat mooi, hè. Nou, wat zijn de ouders? Ja, mijn vader moest al huilen toen ik daar stond. Toen dacht ik, er gaat iets komen. Oh, wat mooi. Ongelooflijk. Ja, dit is prachtig, hè. Nou. Dus, ik snap er nog steeds niks van. Ik geloof het ook. Ik ben blij dat ik niet auto kan rijden, want anders kreeg ik het natuurlijk ook nog even. Oh, geweldig. Oh, de mooiste reactie van vandaag. Tuurlijk, oma, dat weet je toch. Ik had jou er ook één gegeven als jij rijwijs dan had. Ja, ik wist. Zeker. Ik denk dat ik ook zo een... Met alle liefde. Dus je hoeft hem niet in het rood? Nee. Dan val je heel erg op. Nou val je niet op. Dat is waar. Oh, nou, deze auto valt wel een beetje op. Maar hij is schitterend. Oma. Ja? Je liet wat vallen op de grond net. Wat dan? Hier. Dit liet je net vallen op de grond. Oh god. Hé, zit wat is er? Ik liet oma liet wat vallen op de grond, een papiertje, dus ik gaf het even aan oma. Kammetje? Ja. Een kammetje. Doei, oma. Ciao, ciao. Doei. Oh, zo fijn. Echt zo fijn. Vroeger kreeg ik altijd stiekem geld van oma. Altijd stiekem, zonder dat opa het wist. Of nou ja, opa wist het soms wel. Maar dan zei oma, hier, Enzo, hier. En dan gaf ze mij snel een tientje. Of dan gaf ze me een keer 20 euro. En nu elke keer met, of nou, niet elke keer, maar soms nu met oma. Dan verzin ik van die domme dingen. Oma, je liet dit net vallen. Geef ik er wat geld. Zo mooi, hè. Serieus, daar ben ik zo dankbaar voor dat ik dat terug kan doen. Bij mijn opa en oma, vind ik echt geweldig. Oké, ik ga mama eventjes bellen, vragen of ze thuis is. Dan gaan we nog eventjes bij mama langs. Oh, dat zit lekker. Oh, alsof je in de schietstoel zit. Ja. Of zo. Je hele lichaam gaat er zo in. Oh man. Bizar, hè? Echt. Zo, dames en heren, superleuke reactie van mijn moeder. Ik heb nu de auto beide volgetankt, zowel die van mij als die van Myron. En we gaan nu lekker naar huis rijden met z'n tweetjes. Weehoe, daar gaan we. Super nice. Hele voorruit vol met vliegjes trouwens, zoals je kan zien. Maar ja, dat hoort wel een beetje bij het mooie weer natuurlijk. Nee, mensen, het spijt me. Ik heb de 1000 gemist. Ik zat de hele tijd te kijken. Ik dacht de hele tijd, bijna 1000. Ik moet zo filmen. En nu heb ik het gemist. Wauw. En zo, ik rij je nu terug naar huis. En 1002. Ik ben benieuwd hoeveel we hebben als we thuis zijn. Het was 160 kilometer terug vanaf Assen. En we hebben, ik denk nu, iets van 80 kilometer gehad. Dus ongeveer op de helft. Maar sorry. 1000 gemist. Maar dan 1002. Shit, ik baal hier echt van. Maar ja, over de 1000 kilometer al. Wauw. Zo, schatje. Oh, we zijn thuis. Wat een dag. We hebben het gered. Veilig thuisgekomen, allebei. En ik zal jullie eerlijk zeggen, ik ben helemaal gesloopt. Ik ook, helemaal kapot. Ja, dus ik ben even de tas meteen aan het uitpakken. En ik ben meteen weer mijn tas aan het inpakken voor morgen. Dat is ook de reden waarom Noël en Thijs hier nu op de bank aan het chillen zijn. En hier ook blijven slapen. Dus schat, nogmaals. Echt een topdag om nooit te vergeten. Echt een goede knuffel. Ja, dat gaan we straks allemaal doen. Ja, maar nu ook even een goeie. We hebben genoeg klef gedaan op film en alles. Dus, Dat spijt me zo, was het spijt me. Ik was zo blij. En dat hoort er wel een beetje bij. Dat ja. Rijmt, hè?
Nee, ik, wauw, ik kan niet vaak genoeg zeggen, maar ik heb zo'n zieke dag gehad. Ja, je zei ook al, het wordt een dag die je nooit gaat vergeten. Maar dit had ik oprecht niet verwacht. Ik had echt geen vermoeden, niks. Nee, dat is echt zo ziek. Ik snap nog steeds niet hoe we dat zo goed geheim hebben kunnen houden. Dus wat dat betreft echt perfect. Ja. Morgen ben ik weer bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Ik zou zeggen, vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!